Ik ben Claudine, ik ben fotograaf bij Only for Men en vandaag ben ik de gast bij Kan je het aan? Ik heb er echt een hekel aan als mannen een joggingsbroek naar hun werk dragen. Ja, portemonnee en ketting. Ik kan het aan. Het lijkt mij best wel handig. Ik heb het zelf niet, maar ik weet niet of het echt fashion is. Nee, ik weet het niet. Ja, wat is echt fashion? Je kan het niet aan. Ik moet toegeven dat ik het vroeger ook heb gedragen en dan draag ik ook echt wel mannen baseball shirts. Maar ik zeg vroeger, want ja, die mode is er nou wel een beetje uit hoor. Ik ga hem uit de kast halen, denk ik. Sorry. Hoodies. Bucket hats. Je kan het aan. Zelf draag ik het ook, maar als een man het opheeft, vind ik het ook echt wel leuk. Ja, ik verbrand heel snel op mijn hoofdhuid. Dus het is bij mij of een patch of een bucket hat. En een bucket hat vind ik dan net iets leuker combineren. Je kan het niet aan. Ja, ik vind het of je draagt een lange broek, of je draagt een short. Maar net ertussenin, die vind ik lastig. Nee, die kan het niet aan. Oh nee, daar hebben we het over gehad. Je kan het niet aan. Vooral niet die witte spijkerbroeken waar ook echt heel veel scheuren en dingen in zitten. Ja, niet echt fan van. Een spijkerjack. Je kan het niet aan. Nee, ik vind petten en bucket hats echt super leuk. Maar wel gewoon op de goede manier dragen, jongens. Als fotograaf zijn is wel handig, want als je zeg maar een patch op hebt en je hebt hem zo zitten, dan past je camera er niet onder. Dus als je mij met een patch achter sporen ziet lopen, dan is het omdat ik aan het fotograferen ben. Lange zwembroeken. Of andersom? Kleine zwembroeken.